Bij Creative Finance werken wij met het boekhoudprogramma Yuki. En wij vragen onze klanten om al hun boekhouding dus daar naartoe te uploaden. Nu, wat verstaan we eigenlijk onder uw boekhouding? Natuurlijk vallen uw aankoop- en verkoopfacturen hieronder. Dus voor elke onderneming is het belangrijk dat sowieso de naam van uw onderneming of van u als ondernemer op de factuur staat om deze te kunnen inbrengen als kost. Dan voor alle btw-plichtige ondernemingen is het belangrijk dat uw btw-nummer erop staat om de btw in aftrek te kunnen brengen. En wat kunnen we eigenlijk dan inbrengen als aankoop- of verkoopfactuur? Nu, er zijn verschillende soorten bewijsstukken. Je hebt dus de gewone factuur. Dan heb je de kasttickets, btw-bonnetjes. Dan hebben we ook dingen die we liever niet zien, maar wel in een noodgeval kunnen geüpload worden, zoals uw orderbevestigingen, e-mails, proforma facturen. En dan is er ook nog de mogelijkheid om banktransacties, daar een printscreen of een uittreksel van door te sturen wanneer dat je met kosten zit waar dat normaal gezien geen factuur voor wordt uitgestuurd, zoals bijvoorbeeld uw verzekering of uw huurkosten. Daarbuiten is het ook belangrijk dat jij uw fiscale fiches uploadt naar Yuki. Dan hebben we deze al voor de personenbelasting. Dus wanneer willen we eigenlijk deze documenten in Yuki verwachten? Dat zal zijn per kwartaal voor iedereen. Nu, natuurlijk heb je de btw-plichtigen die hun btw-aangifte gaan moeten indienen per kwartaal. Maar voor niet-btw-plichtigen kan dit natuurlijk een beetje vreemd klinken, want er moet toch geen kwartaalaangifte gebeuren. Maar het is mogelijk dat bij een aankoop binnen de EU het toch nodig is, wanneer er een foutje is gebeurd bij de btw, om alsnog een speciale aangifte in te dienen. En zo kunnen we een beetje kort op de bal spelen. Dan, wat verwachten we eigenlijk van de soort kosten die je doorstuurt naar ons? Er zijn geen zwart-op-wit regels over wat wel mag en wat niet mag. Je gaat eigenlijk altijd moeten aantonen aan de fiscus dat je een aankoop hebt gedaan direct voor je onderneming te doen groeien of te doen floreren. Er is ook een webinar over onze aftrekbare kosten die ik aan iedereen aanbeveel als beginnende ondernemer, waar we veel meer in detail op de soort kosten ingaan. Ik ga een paar voorbeeldjes geven. Er is een belangrijk onderscheid tussen 100% professionele kosten en gemengde kosten. Gemengde kosten zijn kosten die jij als privépersoon ook, waar dat je daar ook een voordeel uit haalt. Dus onder professionele kosten verstaan wij bijvoorbeeld uw bureaubenodigdheden, uw handelsgoederen, uw grondstoffen, uw hulpstoffen, uw boekhouder. Kunt je ook helemaal inbrengen. Dan voor gemengde kosten denken wij bijvoorbeeld aan vervoerskosten, dus fiets, taxi, openbaar vervoer. Uw auto kunt je ook gedeeltelijk inbrengen. Denk aan de brandstof, de garage, de parkeertickets. Dan heb je verder ook bijvoorbeeld IT, zoals laptops, smartphones, kunt je ook gedeeltelijk inbrengen. De telefonie en internetkosten die daarbij horen, zijn ook gedeeltelijk in te brengen. Dan tenslotte heb je ook nog bijvoorbeeld je nutsvoorzieningen. Deze kunt je inbrengen met een forfait van 150 euro per maand. Of je kunt bonnetjes doorsturen en facturen doorsturen waar dan ook een percentage voor wordt berekend. En bijvoorbeeld ook nog als je je klant in de watjes wilt leggen, is het ook nog mogelijk om je relatiegeschenken en je restaurantkosten in te brengen.